Want vandaag is Pipi 7 geworden. Nou, we zijn weer onderweg in de bakfiets. Oh my god, dus ik ben bij Pipi's verrassing. Wat? Ja, even als achter de lucht zat in ons. Ja, maar. Kan we naar Chino. Naar waar? Nee, het is gevaarlijk. Ik hoef jou niks uit te leggen. Die taart was heel erg smerig. Oh, ja. Een hele goede morgen. Het is vandaag maandag. How are you doing? How are you doing? Beter ben je hoe aan het vibreren? Nou ja, zijn de vibrations high? Want vandaag is Pipi 7 geworden. Nou, ik ben helemaal alleen thuis. Ik wilde al vroeger de vlog openen toen de kids nog thuis waren. Maar het was weer chaos. Chaos, the usual chaos ochtends. Om de kids op tijd weg te brengen naar school. Uiteindelijk waren we toch wel weer een beetje laat. Maar goed, ik dacht ik open de vlog hier wel. Ik ga gewoon een beetje vertellen wat we vandaag gaan doen. Want vandaag is Pipi 7 geworden. Ik kan niet geloven. Ik kan niet geloven dat het weer 7 jaar geleden is. Dat ik daar in het ziekenhuis lag en Pipi gekregen heb. En het lijkt gewoon alsof het gisteren was. En ik daarna ook nog een tweede kind eruit heb op deze wereld heb gezet. En ik nog meer kinderen op deze wereld wil gaan zetten. Even serieus, ik kan niet geloven dat Pipi 7 is. Hey, maar ik ben zo dankbaar. Ik zat echt te denken van, we hebben echt wel gewoon, ik weet elke ouder zegt dit onze kind, maar we hebben echt wel gewoon echt een special daughter. Ze is echt gewoon zo haar eigen persoon. I like that. En ja, ze doet gewoon echt gewoon haar ding. En ze zegt ook gewoon wat ze vindt en alles en zo. En ik ben echt dankbaar dat ze voor mij gekozen heeft. Dat ze mijn dochter is. En ja, dus wat we vandaag gaan doen. We gaan haar verrassen. We gaan haar van school halen. We gaan haar verrassen met iets wat ze dus al heel lang wilt. En ja, dus dat gaan we doen. Ik zal vast een, weet je wel, een spoiler even loslaten. Maar we gaan haar dus ophalen met de bakfiets. En daarna gaan we haar verrassen. Dus in ieder geval, stay tuned. Oké, en ja, ik ga nog even een beetje hier vanuit huis werken. Adam is naar kantoor. Ja, we hebben dus vandaag eigenlijk niet de hele dag om onze eigen ding te gaan doen. Want vanaf 2 uur wanneer ze uit school is het gewoon Pipi's dag. Ik moet ook nog even ballonnen halen voor de verrassing. En wat moet ik nog meer doen? Ik moet mezelf nog eventjes gewoon helemaal klaarmaken en zo. De planning van de week en weet ik veel wat allemaal. Maar het is in ieder geval mooi weer. En dan, ja, dus dan volgen we gewoon de planning. Pipi heeft al aangegeven dat ze uiteindelijk wil gaan uiteten bij Schiedam Chen. Maar ja, ze bedoelt dus onze favorite restaurant, Madame Chen. Ja, ze houdt echt van dat restaurant. Ze vindt sushi daar echt lekker. Dus daar gaan we naartoe. In ieder geval, maar ja, volgen jullie gewoon alles. Ik neem jullie in ieder geval mee. Oké? Okay? Nou, ik ben letterlijk als een zwimpje naar buiten gekomen. Even snel, we gaan even ballonnen halen van Pipi. En ja, dat is dus wat we moeten gaan doen nu. Maar de brug die staat open. Dus kijk maar, ik heb mijn haar niet gekamd. Ik dacht, ik doe een zonnebril op voor de camouflage. Voor de camouflage. Maar het is, ik kom er net achter dat het super fris is, de eerste. En Eva, die is dus gewoon naar de opvang gegaan met een jurkje. Met een jurkje. En ik, mijn gevoel zei al van gewoon een broekje met een t-shirt aan. En eindstand wilde zij dus een jurkje aan. Als de heilige heeft ze altijd een jurkje. Ja, ik dacht, nou oké, weet je. Nou, ik kom net buiten en het is gewoon super fris gewoon. Super fris, maar ja. Ik weet het niet. Ik hoop niet dat het koud heeft. Ze heeft niet eens een vestje of zo meegenomen. Zo, we zijn, onderweg om Pipi op te halen van school. Dus we zouden dat met de bakfiets doen, maar ja. We waren hier te laat. Maar maakt niet uit. We halen haar eerst met de auto en daarna dan gaan we naar de bakfiets. Dus ik ben zo excited voor deze verrassing.
Eva gaan we ook gelijk ophalen, want die gaat gewoon ook gewoon mee in deze viering. Luister, ik vind vandaag echt gewoon fris, man. Even serieus. Maar ja, ik heb wel gewoon een lange broek aan, een t-shirt. Ik kon niet eens even tijd voor een outfit check. Maar goed, maakt niet uit. In ieder geval, Adam zit er fresh bij. En ja, man. Vivi zit daar al zeker met Smart te wachten. Nou, we hebben Vivi opgehaald. We hebben Eva opgehaald. Vivi, vertel, hoe was het op school? Ik ben vandaag in het echt jarig. Vivi is jarig. Zeg maar allemaal happy birthday voor Vivi. Maar hoe was het vieren op school? Ja, ze heeft ijsjes uitgedeeld. En wie heb je gekozen om mee rond te lopen? Hella en Zayana. Oké, dan. Oké, super leuk. En ja, dus nu gaan we verder de planning doen. En, maar we gaan nu eerst eventjes naar huis, want Vivi heeft nog ijsjes over, dus die gaan we even in de vriezer doen. En daarna gaan we pas verder met de planning. We gaan toch ijsje eten? Strap. Nou, we zijn weer onderweg in de bakfiets. Dames, zeg eens hoi. Vivi, zeg eens echt een hele grote hoi. Want wie is de jarig vandaag? Wie is de jarig? Wie is de jarig? Ben je weer verlegen? Vivi schaamt zich elke keer voor mij. Ik snap het niet. Vivi, ik ben gewoon je moeder. Dit is wie ik ben. Eva, zeg eens hoi. Zeg eens hoi. Ben je niet ook verlegen soort? Doe even gewoon, man. Even serieus. Doe jullie even gewoon. Nou. We gaan naar de Schiedamseweg. Mama, kijk dat ik zag het, ja. Ik zag, we gaan naar de Schiedamseweg. Adam, zeg eens hi. We zitten weer in de bakfiets. Maar we gaan dus naar de Schiedamseweg. Mama. Hoi. We gaan naar de Schiedamseweg en we zijn op de Schiedamseweg. Zag je een eend op een dak? Ja. Oh. Oké, wat deed hij daar dan? Dat is dat. Oké, dus wat we dus in ieder geval nu gaan doen is... We gaan even binnen. En ik ben benieuwd hoe dit gaat. Ik ga denk ik even in de tijd dat jullie gaan binnen, ga ik even een broodje halen, oké? Eva, zullen wij even een broodje halen? Ga je met papa, of ga jij maar met papa en Vivi mee binnen? Dan kan ik even een broodje halen. Willen jullie ook iets hebben? Ja, bananenchips. Bananenchips? Oké, nou, in ieder geval, let's do this. Oh my god, Schiedamseweg. Waar stop jij helemaal? Ja. Oh my god, wacht even. Zet hem maar vier neer. Ja, zet maar vier neer. Zo. Ja. We gaan uitstappen. Oh my god, dus ik ben bij Vivi's verrassing. Maar ze gaat dus met papa binnen. Ik ga even alles klaarzetten. En dan komt ze zo met Adam aanlopen. Dus ik ben echt benieuwd hoe ze gaat reageren. Ik sta hier precies voor waar haar verrassing is. Dus laten we dit doen, hè? Nou, daar komt ze aan. 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 Wat zeg je? Weer geen handje van Eva. Wat is er aan de hand? Wat is er aan de hand? Mag ik nu fiets? Wat zeg je? Wat zeg je? Wil je een fiets? Wil je een fiets? Van wie zijn deze ballonnen dan? Van mijn fiets. Wat? Wie is jarig? Ik. Van wie zijn deze ballonnen dan? Vind je wel mooi? Ja. Mama! Van wie zijn deze ballonnen? Van wie zijn ze, Piet? Kom die beseffen nu. Hoi! Van wie is het? Van mij. Ja. Wauw! En zij nog naar binnen kijken van mag ik een fiets? Ja, super mooi! Je fiets staat al voor die klaar. Ja, is dat al klaar? Je hebt je eigen slot, je bent slijter, je hebt hier nog een slot. Je hebt dezelfde fiets als mama. Wat jij? Kom eens kijken hier. Ja, ook eens kijken. Hoe gaan we dat oplossen? Ik weet het niet. Wauw, Piep! Vind je hem mooi?
Kijk, vind je hem mooi? Epa, ik hoor je wel hoor. Ik kom zo bij je. Dus ook niet toen je vanaf daar kwam lopen. Zag je ook niks? Nee, ik zei dat we een broodje eten. Wat? Dacht je dat we een broodje gingen eten? Maar ben je wel blij? Ik vroeg aan jou mag banaantje. Maar ben je blij? Hoe blij? Heel blij. Hoe blij? Heel blij. Breng even een gat in de lucht. Nu bijna school fietsen. Hoe blij? Echt? Mag dat? Amazing. Eva. Wij hebben al voor jou eentje thuis. We hebben al eentje voor jou. Oh jeetje. Oh jeetje. Wat zeg jij nou? Ik ga voor jou verjaardag niet zingen. Waarom niet? Wat heb ik gedaan? Ja, Eva is echt teleurgesteld in ons. Ja. Maar Eva, jij moet gewoon jouw zus wat gunnen, ja? Jij moet gewoon leren, wanneer Vivi jarig is, dan draait het om haar. Het draait nou niet even om jou, Eva. Je moet Vivi gewoon het een en ander gunnen, oké? Okay? Als jij jarig bent, gunt Vivi jou ook alles, toch? 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 Kan jij dan ook hetzelfde doen? Ben je er blij mee? Ja. Ja, hoe blij ben je ermee? Zijn eigen slot. Ja. Leuk hè? Ja. Ik ben blij dat je er blij mee bent. Nou, dit is Vivi's haar fiets. Ik heb zelfs licht. Maar ik heb zelfs licht. Ja, dit is haar fiets. En die hebben we hier gehaald. Ado tweewielers. De Schiedamse weg. En ja, hele leuke fiets. Mooie kleur ook. Nou, ze heeft er op gezeten. Maar ze moet nog wel even oefenen, want dit is natuurlijk een wat grotere fiets dan die ze eerst had. Maar het ziet er wel gewoon mooi uit, hè? Dus je bent blij, Vivi? Nou, Eva die is een beetje verdrietig. Maar ja, Eva, we hebben voor jou thuis een mintgroene fiets, een splinternieuwe van Vivi nog. Kom, je kan het wel. Go! Yes, girl! Yes, girl! Even, waar wil je naartoe? Ik wil even naar oma. Wat wil je bij oma doen? Even groeten. Ja. Oké, okay, is goed. Mijn baan. We gaan nu even langs oma. Even groeten. En dan gaan we... Gaan we naar Schiedamse. Naar waar? Wat is Schiedam Shen? Ze zei Schiedam Shen. Schiedam Shen. Wat is Schiedam Shen? Hè? Deze kids bedoelen dus Madame Shen. Maar we gaan eten. En dan zeggen ze Schiedam Shen. Waar gaan we naartoe? Ik ga ergens toe. Waar gaan we naartoe? Ga toch naar oma? Oh, naar oma. Je wilt toch naar oma toe? Je wilt toch oma even groeten? Dat zei je net. Nou, we zijn uiteindelijk bij de schuimspaan beland, want Madame Shen is gesloten op maandag, dat wisten we niet. Maar goed, we zijn hier, de dames. Ja, hier kan je ook sushi eten, Vivi. Hier kan je ook sushi eten. Maar ja, ik weet niet, ik moet alleen maar even kijken Eva, of je wel noedels kan eten hier. Ik moet wel even kijken Eva, of je hier ook noedels kan eten. Je kan sowieso wel rijst eten. Heb je trouwens een parkeer aangedaan? Ja, ik heb aangedaan. Dus ik ben benieuwd. Ik heb eigenlijk... Kan je hier ook eten? Eva, gewoon zo... Gewoon zo snel. Kijk, aan die manier moet je het vragen. Wat wil je vragen? Nee, noedels. Ze wilde vragen of je hier noedels kan eten. Ze hebben ook noedels. Oh, ze hebben noedels. Dat vind jij lekker, hè? Ja? Wat voor noedels hebben jullie? Wasse noedels, bruine noedels met een klein beetje groente. Even. Groente is lekker, toch?
Dan word je groot en sterk. Ja. Dit is hele... Weer geen plannetje net als papa. Hé, Pato. Papa ook veel groenten. Ja, papa heeft ook veel groenten. Ja, zo, so, Fifi, we zien het. Ja, is goed, dankjewel. Ja, dus Eva. Oh my god, ik ga echt stuk. Nou, in ieder geval. Eva is echt. Ja, kom, zijn er tacos? Hebben ze ook tacos? Willen jullie dat? Nou, we gaan even kijken wat we gaan eten. En daarna dan, maar ja, Eva heeft in ieder geval wel haar noedels. Dat wil ze heel graag. En Fifi gaat denk ik toch wel sushi eten, toch Fifi? Dat denk ik. Ik ga denk ik ook voor sushi vandaag. Ja, maar boven is er geen plek, dus we moeten hier zitten. Maar dit is ook een leuk plekje, een leuk hoekje. Je kan naar buiten kijken, je kan daar naar buiten kijken. Geen probleem, ja. Ja, blemmen. Fifi, wat heb jij besteld? Eva, wat ga jij drinken? Ja, dan zeg je apple juice. Zeg maar apple juice. Yes. Nou, wat gaan we eten dan? Ja. Wat wil je zeggen dan? Hij zegt doei. Ja, dat zei ik toch. Ze wil de vlog. Hij zegt maar doei. Ik ben nu aan het zitten, maar ik ga zo eten noedels. Dus... Mijn ouders gaan ook eten, Fief gaat ook eten. Met Mara, ja, gooi op. Doei. Okay, doei. 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 Normaal. Kijk, er komt ook nog sushi aan. Kijk, hier is sushi nog. Nee, maar. Ja. Sorry, ik heb jou voor. En kijk, er is sushi. Ze hebben nog rijst. Nu even. Eva heeft de noedels. Fifi heeft de sushi. We hebben frietjes, garnalen. We hebben champignons. Rijst en we wachten nog op de zalm. Huh? En dat was het. Lekker die truffelmijnen. Welke is die ditte? Ja, volgens mij. Nou, ik heb de zalm. Dit vind ik tot nu toe het lekkerst hoor, Aram. Die sushi en die zalm vind ik lekker. Die champignons vind ik een beetje tegenvallen. Die rijst vind ik ook echt tegenvallen. Oh ja, we hebben ook nog noedels hier en dingen. Ik ga jouw noedels even proeven. Hoe bedoel je? Je bent niet eens aan het eten. Ik wil alleen proeven of die goed is. Ik heb het dinner. Oh, sorry hoor. Ja. Maar dit is echt een goede combinatie met die sinaasappelschil. Hé, tegen wie praat jij zo? Ben je gek geworden? Nee. Doe eens even normaal jij. Ik ben geen vriendin van je opvang, hè? Nee. Moet ik jou bij je oor pakken? Ben jij mijn dochter? Hè? Wat doe je? Niet doen, hè? Ik wil jou gewoon een kus geven, of serieus. Maar kan je mij uitleggen waarom? Nee, is gevaarlijk. Ik hoef jou niks uit te leggen. Papa zegt gewoon nee. Kan je mij uitleggen? Nee is nee. Eva, wat denk jij? Oh, nu ga je papa masseren. Zo zijn jouw inbalmen, Adam. Je hebt nou Eva! Nee, jij was bezig. Eva! Dus jij gaat papa masseren zodat jij gemasseerd kan worden. Zo werkt het toch niet? Oké. Ga je Fifi doen? Ga je Fifi doen? Fifi is jarig vandaag. Ja, en ik heb rugpijn van het skaten. Ik ben echt heel erg gaan. Er is een jarig, hoera, hoera,
dan kun je wel zien, dat is zij. Daar vinden wij alles zo prettig, ja, ja. En daarom zingen wij blij, 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 blij. Zij leven lang, hoera, hoera. Zij leven lang, hoera, hoera. Zij leven lang, hoera, hoera. Laat ons leven, laat ons leven, laat ons leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Hoera! 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 Oké, je mag eerst een wens doen. Oh my god. Doe maar een je mag eerst een wens doen. En dan uitblazen. Doe maar een wensje. Oké, dan mag je uitblazen. Yay! Hoera! Dat al je wensen mogen uitkomen, Fifi. Shukar. Kahagasaki. Nou, Fifi's verjaardag is voorbij. En, want ze moet zo naar bed. Het is tijd om de vlog af te sluiten. Dank jullie wel voor het kijken. We hebben net haar kaars uitgeblazen. Ze heeft haar wens gedaan. Heb je een leuke dag gehad, Fifi? Ja? Ik ben heel erg. Die taart was heel erg smerig. Oh ja, ze vond die taart niet lekker. Het gebakje dus had ik gekocht. Heb een koekje. Dus ze heeft een koekje in plaats van het gebakje. Maar goed, ik wil alleen even zeggen dat ik echt heel, heel, heel erg trots ben op jou. En dat je gewoon echt gewoon zo'n grote meid bent geworden. Zo'n slimme meid bent. Zo'n lieve meid bent. En dat je gewoon echt, echt, echt. Papa en mama zijn zo blij met jou. We zijn zo blij op wie jij bent. Toch, Adam? Oh ja, en Eva vindt nog steeds niet leuk dat ze geen fiets. Eva, even serieus, wat denk jij? Kom even praten hier in de vlog dan. Kom maar even praten in de vlog. Maar goed, we zijn hartstikke blij. We zijn hartstikke blij met Fifi. We zijn en we hartstikke zijn blij bij de thuis. Zo met Eva. We zijn blij met jullie allebei. Maar ja, oké. Okay. Nou, dankjewel in ieder geval voor het kijken. We gaan de vlog afsluiten, want de dames moeten zich gaan klaarmaken om naar bed te gaan. En ja, een hele, hele fijne dag, avond, wanneer je deze vlog kijkt. Doei! Have a blessed day. En ik ben vandaag echt jarig. Ja, het was een mooie dag, toch? En we zijn weer veilig thuis. Ja, dat is ook belangrijk. Oké, doei!